vond het een benauwende, indringende film. En ik dacht van waar is lucht, waar is ruimte? Je komt zo in het hoofd van die man. En ja, vooral heel benauwend vond ik het. Als ik kijk naar wat het personage in de film doet, dan begrijp ik heel goed wat hij doet. En je kunt er een moreel oordeel over hebben, maar ik begrijp heel goed wat hij doet. En dat is niet misschien de juiste keuze, maar het is wel wat hij op dat moment denkt dat het beste is. Hij is natuurlijk getuige geweest van die verkrachting. Hij weet niet zeker of hij het helemaal gezien heeft, maar ja, dan hoort hij op een gegeven moment, of ziet hij op televisie, dat daar wel degelijk op dat moment een meisje verkracht is. En hij gaat naar die plek toe en hij komt erachter dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. En dan gaat hij het meisje dat verkracht is opzoeken. En dat meisje en hij raken in een relatie verstrikt met z'n beiden. En hij durft eigenlijk niet te zeggen dat hij getuige is geweest van die verkrachting op dat moment. Dus dat is het grote dilemma in de film. Een ander dilemma is ook dat hij zijn eigen vriendin in Nederland heeft zitten en ondertussen iets begint met het meisje in Ecuador. Dus hij zit met verschillende dilemma's. Maar het grootste dilemma is dat hij getuige is geweest van een verkrachting en het slachtoffer kent en niet zegt dat hij getuige is geweest. Ja, ik heb wel eens dat soort situaties meegemaakt. De meest recente was in Thailand. En daar zag ik op een gegeven moment naast me aan een tafeltje dat een man heel indringend zijn vriendin aansprak. En ik zag echt de angst bij dat meisje. En toen liepen ze weg van het terras. En toen zag ik haar bij de arm pakken, maar echt op een hele ruwe manier. En zo meetrekken. En toen dacht ik, ja, ik ga erachteraan. Dit gaat niet goed. Dat voelde ik, omdat die Thai zo vriendelijk zijn. Maar ik zat met een paar Thai aan tafel, dus ik wilde erachteraan. En die trok me terug en zei, niet mee bemoeien hier. Want als iemand hier uit zijn dak gaat, dan gaat hij ook zo uit zijn dak. En dat was een moment waar ik later van dacht van, verdomme, ik had er toch achteraan moeten gaan. Maar ja, ja, zo'n dilemma is dat dan, ja. Ik vond het heel bijzonder om vanavond ook zo'n debat van tevoren mee te maken. Omdat je dan met een aantal mensen die vanuit verschillende invalshoeken en daar echt veel mee bezig zijn over nadenken, hoort hoe zij over zo'n bystander problematiek denken. En dat zet de film ook in een breder daglicht. Normaal zie je zoiets en dan, nou ja, neem je het voor waar aan. Maar door zo'n debat komt ineens iets in een ander licht te staan. Dat is wel ontzettend leuk aan zo'n avond. Nou, bijvoorbeeld vanavond hadden we tijdens het debat, werd er een filmpje vertoond van iemand die op straat lag en down and out was. En een ander filmpje van iemand die neergestoken was en een uur lang liepen de mensen rond. Was met een bewakingscamera gefilmd en pas na een uur en 20 minuten was er iemand die naar het slachtoffer toe ging. En zo'n avond als vanavond maakt wel dat ik sneller denk van, nou, ik ga eens helpen of kijken wat er aan de hand is of bellen, weet je wel. Want natuurlijk kun je soms ook bang zijn gewoon om iets te doen, maar dan ja, bellen, in ieder geval actie ondernemen en niet het, maar ja, dat zeg ik nu en ik hoop dat ik ook zo zal handelen in de toekomst, want we hebben ook vanavond in het debat gehoord dat 7 op de 10 mensen niks doet en als 1 iemand dat doet, dan gaan die andere 7 ook mee. Dat hebben we vanavond geleerd.